Nou, goedemorgen allemaal. We gaan vandaag weer beginnen met de robotles. We gaan zo even evalueren van, goh, hoe ging nou de vorige les? En waar zijn we nu en hoe gaan we ermee verder? Onze onderzoekers van Hogeschool Windesheim komen over de vloer bij professionals in de zorg, het onderwijs, de sport, de media en het bedrijfsleven. Vakmensen met wie ze samen praktische vraagstukken oplossen. Daar wordt iedereen beter van. Swielin Goeie onderzoekt met een leerkracht een nieuwe onderwijsformule, waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 lessen ontwerpen voor de kleuters. Ik ben op weg naar Melanie. Daar heb ik een afspraak mee. Zij werkte op de Geert Groteschool en heeft meegewerkt aan het onderzoek. Het onderzoek gaat over leerlingontwikkelteams. Ik ben heel erg benieuwd hoe het nu gaat in de klas en hoe het onderzoek ervoor staat. Hey. Hoi, goed te zijn hier. Ja, fijn dat je er bent. Dat was 10 jaar geleden zo. Je moet leerlingen voorbereiden op de toekomst. Maar de toekomst van nu is een wezenlijk verschil met 10, 20 jaar geleden. Voorheen was het, je leest een boek, je de leerkracht vertelt en de leerlingen nemen het aan. De Geert Groteschool valt binnen een groter bestuur, de Catent Scholengroep. En zij hebben als opdracht dat zij werken aan toekomstbestendig onderwijs. Een voorbeeld waar ze mee aan de slag gaan binnen het ontwerpen van het onderwijs is het gebruiken van ICT binnen de lessen, zodat leerlingen goede vaardigheden ontwikkelen om samen te werken, om kritisch te leren nadenken en dan zodanig je onderwijs te ontwerpen dat je de krachten, de talenten uit leerlingen haalt. Vanuit de stichting hebben we een onderwijsrobot. Daar kon je zelf dus als leerkracht lessen ontwerpen. Dat kostte vreselijk veel tijd en we merkten van dat komt eigenlijk niet goed uit de verf en daardoor bleef hij eigenlijk in de kast staan. Toen zag ik de mogelijkheid om te kijken van leerlingen uit groep 7 en 8 zouden dat ook heel goed kunnen. En die kunnen daar ook ontzettend veel van leren. Dus zijn we begonnen dat zij lessen ontwerpen voor de kleuters. Ik denk dat leerlingen als geen ander weten hoe een les leuk kan zijn, hoe een les voor hen belangrijk zou kunnen zijn, hoe zij betrokken kunnen raken bij de leerstof. En zij zijn degene die zich dienen te ontwikkelen en te leren. Dus het is ontzettend belangrijk dat leerlingen daar een stem in krijgen. Windesheim heeft ons geholpen diepgang te brengen in het project, dus door samen nog eens te kijken naar de lessen, inhoudelijk en de kritische blik eigenlijk daarop. Dat je echt goed, uiteindelijk goed lesmateriaal hebt ontwikkeld.